Helemaal, wat leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag. Ik was vandaag super vroeg uit. Ik was om 2 uur al klaar, dus dat was echt mega chill. Toen ben ik naar huis gegaan. Ik heb eerst nog boodschap gedaan. Toen ben ik naar huis gegaan. Toen ben ik weer in slaap gevallen. Dit is denk ik oprecht al de 5e dag op rij dat ik in de middag heb geslapen. Ik weet niet wat het is, maar ik ben toch gewoon niet helemaal fit. Ik heb nog steeds superveel keelpijn. Nog steeds oorpijn. Ik ben nog steeds echt heftig aan het hoesten. Dus waarschijnlijk speelt dat ook mee. Nu 8:15 en ik ga zo meteen om 8:30 naar een master recital. Ja, dat is van de studenten van de master van onze opleiding. En die gaan dan een voorstelling geven. Dus daar ga ik straks heen. Ik ga nu even snel mijn beelden van vorige week importeren. Ik hoop dat die weer op tijd online is gekomen. Ik betwijfel het, want morgen heb ik echt weinig tijd om te editen. Dus... we gaan het zien. Zo, ik ben weer lekker thuis. De voorstelling was echt heel erg mooi. En degene naar wie ik ging kijken was echt super goed. Dus dat is echt heel erg leuk. Ik ben nu lekker thuis en ik ga nu zometeen lekker naar bed. Maar goed, ik heb dus een nieuwe tandenborstel. Het is de Oral-B Pro 2 2000N. Deze. Ja, een nieuwe elektrische tandenborstel. Ben ik echt super blij mee. Ik vind het altijd heel erg fijn om elektrisch te poetsen. Maar ik heb nu dus een nieuwe. En dat vind ik heel erg leuk, want hij is ook roze. En dat vind ik ook heel erg leuk. Die ga ik nu dus voor het eerst gebruiken. Dat is leuk. Dus ik dacht, dat ga ik aan jullie laten zien. Oké, ik ga hem heel even openmaken. Oh my god, ik ben dus echt excited. Oké, hoe kan je excited zijn over een tandenborstel? Maar het kan. Er zitten dus 2 poetstanden op dit ding. Kijk, wacht. Je hebt dus die en je hebt deze. Dus eentje is voor gewoon dagelijks poetsen. En ik neem aan dat dat gewoon de harde stand is. En deze, de zachtere stand, is voor als je gevoelige tanden hebt. En ik moet zeggen dat ik daar soms nog wel last van kan hebben. Dus dit is echt super chill dat je 2 standen hebt. Als het goed is, geeft deze tandenborstel ook aan wanneer je 2 minuten hebt gepoetst. Dus dat ga ik nu uitproberen. Ik weet niet waarom ik excited ben over een tandenborstel, maar ik ben hier gewoon echt excited. Ja, ik ben gewoon blij met mijn nieuwe tandenborstel. En ik heb ook nog 2 nieuwe tandpasta's. Ik heb de Oral-B 3D White Protection. Oh wacht, nee, glazuurbescherming. En de Oral-B 3D White Gevoelige Tanden. Helemaal chill. Ik ben echt mega blij met mijn nieuwe tandenborstel en ik ga nu mijn tanden poetsen. Dus yeah. Ik weet niet of jullie die 3 dun 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 hoorden. Dat betekent dat je 2 minuten hebt gepoetst. Dus dat is echt mega chill. Ik vind dat heel handig, want anders poets ik nooit 2 minuten. Want ik ben daar echt te lui voor. Ik moet eerlijk zeggen, ik vind tandenpoetsen altijd echt het meest saaie moment van de dag. Ik doe het elke ochtend, elke avond. Maar niet met heel veel plezier, moet ik zeggen. Oké, en nu is het tijd dat ik ga slapen, want ik ben echt super moe. Slaap lekker. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag en ik heb zo meteen een repetitie tot 4:30. Het is nu 1:00, ik begin om 2:30 pas, dus dat is wel heel erg chill. Ik ben wel vanochtend al naar school geweest voor een evaluatie. Maar daarna weer lekker naar huis gaan, lekker gedoucht, lekker ontbeten. Helemaal chill. En nu ga ik zo naar school en heb ik repetitie, dus ja. Oh, ik ben weer thuis. Ik ben echt super moe. Alweer, maar ik heb ook echt al de hele dag superveel hoofdpijn, dus dat is echt heel vervelend. Maar we hebben vandaag de rolverdeling gekregen voor de eindvoorstelling. En ik heb een hele kleine rol. Ik heb precies 3 zinnen volgens mij in het hele stuk. Ja, ik vind dat persoonlijk eigenlijk niet heel erg. Er waren voor de meiden sowieso maar 4 grote rollen. En we zijn met 12 meiden... dus de kans dat ik een grote rol kreeg was sowieso niet groot. Ja, weet je, we hebben een soort auditie ervoor gehad en ik heb gewoon mijn best gedaan. En ja, als er andere mensen beter bij die grotere rollen passen, dan, ja, dan ben ik niet de moeilijkste en dan vind ik dat prima. En verder hebben we gelukkig ook heel veel hele leuke ensemblestukken waar we met z'n allen gewoon dansen en zingen.
Dus weet je, het komt sowieso goed. Het wordt sowieso wel leuk. Maar dit betekent wel dat ik deze periode waarschijnlijk best wel veel vrij heb. Ik ben morgen bijvoorbeeld ook weer vrij. Omdat, ja, dan gaan ze aan andere scènes werken. En daar zit ik dan niet in. Dus ja, dat is wel fijn. Nu moet ik alleen gewoon nog heel even goed nadenken hoe ik het precies allemaal wil doen. Want ja, het liefst wil ik natuurlijk gewoon weer meer met YouTube doen dan. In de dagen dat ik vrij heb. Maar ik moet dan wel even gaan nadenken wat voor video's ik wil maken. En hoe ik dat allemaal wil indelen. Maar het is, ja, het is alsnog moeilijk om dat allemaal zo te bedenken. Omdat het per week verschilt. En ik hoor soms echt een dag van tevoren of ik vrij ben, ja of nee. Dus ja, dat is wel even iets waar ik dan nog even, ja, naar moet kijken. Ja, maar ik vind het wel fijn eigenlijk dat ik nu veel vrije tijd heb en dingen zelf kan inplannen. Dan kan ik ook gewoon lekker zang studeren. En nou ja, voor YouTube heb ik dan gewoon meer tijd. Ik heb gewoon meer tijd om te editen. En ja, dat vind ik gewoon wel heel erg chill. En ik moet ook nog wat dingen voor school afmaken. Allemaal typewerk. En het is gewoon fijn dat ik daar nu wel de tijd voor heb. Ja, ik ga zo meteen even een video editen. Straks komen er twee jongens hier kijken. Want, nou ja, volgens mij heb ik dit vorige week in de vlog verteld. Soraya en ik gaan hier sowieso weg. Deze zomer. Dus ja, nu komen er vanavond twee jongens die hier misschien wel in willen. Dus ja, dat gaan we zien. Oh, het is 9:30. En ik ga nu lekker naar bed. Ik heb nog steeds hoofdpijn. Al de hele dag. Het is tijd dat ik ga slapen. Slaap lekker. Ik wilde even dit leuke pakketje met jullie delen. Ik heb dit echt al een hele tijd geleden ontvangen. Maar ja, ik heb namelijk nieuwe oorbelletjes gekregen. Dit is het eerste paar. Ik zal hem er even uithalen, kan je het beter zien. Deze oorbelletjes dus. En ik heb ze ontvangen van Boza Sieraden. En ja, ik vind ze echt heel erg leuk. Super mooi. En ja, ik hou gewoon heel erg van oorbelletjes. Dus echt heel erg blij mee. Zo, en dit is de andere oorbel. En die draag ik nu al een tijdje. Hij wil niet zo goed scherp stellen. Maar hier ben ik ook echt mega blij mee. Kijk vooral eventjes op het webshopje van Boza Sieraden. Het is een heel klein merkje. Maar ze hebben echt hele leuke oorbelletjes en andere sieraden. Dus ga zeker even kijken. Er is er een jarig. Hoera, hoera. En het is Soraya. Ja. En dit is de anonieme vriend in de roze badjes. Mystery guest in de vlog. Nou. Hoi allemaal, het is vandaag donderdag. En ik heb, oh, ik moet echt de deur even open doen hier. Want het is hier echt warm. Ik heb net een pakketje binnengekregen. Het zat in deze mooie roze envelop. Ik heb namelijk maskertjes gekregen. En het zijn twee verschillende producten. Ik heb de Native Secret Aztec Legend klei. Die, volgens mij is een DIY. Do it yourself powder to clay mask voor thuis. En de Glow Detox Moisture Ampoule. En vooral dit vind ik echt heel interessant. Een hele kleine zakjes en er zitten een soort van ja, buisjes in. En ik heb dit echt nog nooit gezien. De gebruiksaanwijzing zegt: schud de ampoule voor gebruik. Tik op de bovenkant van de ampoule om het concentraat naar de bodem te verplaatsen. Breek het bovenste gedeelte van de ampoule open. Giet na het reinigen van de huid de volledige inhoud van de ampoule in de palm van je hand. Breng het vervolgens zacht deppend op het gezicht aan. Breng bij gebruik overdag vervolgens een vochtinbrengende crème of met SPF aan. Kan onder de ogen worden aangebracht, waarbij het oog zelf vermeden niet worden. Nou ja, dus dat is best wel interessant. Ga ik binnenkort even uittesten. Misschien laat ik het wel even in de vlog zien als jullie dat leuk vinden. En dan heb ik dus ook nog deze do-it-yourself kleimaskertjes. Daar ben ik ook heel blij mee, want I need that shit. En volgens mij is dit er normaal. Oh my god, are you kidding me? Dit is een boob mask. Die moet je bij je tieten gebruiken. En ik maak echt oprecht geen grap. Waarom de fuck zou ik een masker gebruiken voor mijn tieten?
Ik ben overigens niet gevraagd om dit in een vlog te laten zien. Maar ik had het ontvangen en ik dacht, ik deel het even met jullie. Maar what the hell. Ik heb nog nooit een tietmasker gezien. I'm gonna try. Hey, het is vandaag vrijdag. Ik moet even ondertussen mijn jas aandoen. Ik heb vandaag voor het eerst deze week weer een lange dag. Ik begin vandaag om 9:30. En ik ben om 4:00 klaar. 4:15. Dus dat is voor mijn doel nu weer een lange dag. Echt, eigenlijk echt belachelijk. Want normaal had ik echt dagen van 9:15 tot, nou, soms 6:00. En dan noem ik dit nu een lange dag. Nou goed, hè. Ik ben dus alweer niks meer gewend. Ik heb vandaag zangtechniek, daarna repetitie. Er zit iets in mijn haar. Daarna repetitie voor het stuk. Daarna weer repetitie voor het stuk, maar dan hebben we dans. 3 uur lang. Daarna heb ik nog zangles. Oh, en mijn god. En we hebben nog ensemblezang voor het stuk. En vanmiddag ga ik, of nou vanavond denk ik, want ik moet na school eerst nog naar huis om mijn koffer te pakken. Maar vanavond ga ik weer naar huis. Dus dat is ook wel lekker. Lekker naar mama. Goedenavond. Het is nu zaterdagavond en mama en ik zijn natuurlijk zoals half Nederland het Songfestival aan het kijken. Maar het duurt allemaal mega lang en dat haat ik echt aan het Songfestival. Het is nu bijna 12:00 en nu mag iedereen gaan stemmen. Madonna moet nog steeds optreden, maar er komen eerst 100.000 andere interviews die me allemaal geen ene hol boeien. En dan weer 10 keer alle optredens en oh, ik haat het zo erg. Dus ja, ik ben heel benieuwd of Nederland gaat winnen. Ik vind persoonlijk dat Nederland moet winnen. Maar er zijn wel meer mensen waarvan ik denk, oeh, maakt wel kans. Maar het zijn er maar denk ik een stuk of 3. Ik vind dus Nederland, ik vind Zweden wel goed en Zwitserland. Dat zijn de 3 waarvan ik denk, dat kan wel winnen. Kijken of een van deze 3 erbij zitten. Na 600 jaar wachten, na een walgelijk optreden van Madonna. We hebben de bal van Duncan. Oh, all I know, all I know, loving you is a losing game. Ik snap dus echt zo niks van dit hele gezeik, want nu staat ook Italië opeens op 1. Ik weet niet eens meer wie Italië was. Wie was dat? Zeik dit, we staan nu op 3. We staan nog steeds op 3, of we staan weer op 3, laat ik het zo zeggen. Het is zo spannend. Oh, wat spannend. Ik kan dit niet aan. Ik kan dit niet aan. Die kutbelpunten. Echt, dit gaat niet goed komen, man. Ik denk niet dat we dit gaan winnen. Wat een drama dit. Wat een drama. Ik schijt in mijn broek. Oh, nu komt Nederland. Help. Ja, we zitten bovenaan nu. Ja. Dat is best wel goed, hè? Dat wel. Oh mijn god, help! Oh, laat me alsjeblieft Nederland winnen! Oh, dit is echt heel spannend! Who will be the winner of the Eurovision Song Contest 2019? They need 250. Ja! Ja, schiet nou op, man! 93 points! Oh mijn god! We hebben gewoon het Songfestival gewonnen. Dit is zo fucking cool. We zijn dus onderweg naar vrienden van ons, want daar gaan we eten vanavond en ze hebben een jacuzzi. Daarvoor komen we. Dus ja, dat is gezellig. Ik ga jullie waarschijnlijk pas vanavond weer zien als ik in Tilburg ben. Doei! Ja, ik ga toch niet vloggen in de jacuzzi, man. Daar heb ik nog helemaal geen goed lichaam voor. Goedenavond, ik ben terug in Tilburg en dat is heel erg fijn. Ik heb deze avond Ex on the Beach gekeken, All Stars, het nieuwe seizoen. En ik vind het heerlijk. Echt, ik ben echt zo erg, maar ik hou echt zo erg van die ordinaire programma's. Ik vind het echt
heerlijk om te kijken. Dus ik heb een heerlijk avondje gehad hier. En nu ga ik lekker naar mijn bed. Dus ik ga bij deze de vlog ook afsluiten. Sorry dat ik in dit weekendje niet zo heel veel heb gevlogd. Maar goed, ik hoop dat jullie de vlog alsnog leuk vonden. En dat jullie het weer leuk vonden om er naar te kijken. Dus bij deze, heel erg bedankt voor het kijken naar deze weekvlog. Doe een duimpje omhoog als je het leuk vond. Abonneer op mij als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zie ik jullie hopelijk weer bij de volgende video. Doei doeg!